Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag moeten wij heel snel zijn, want aan de overkant zit namelijk iemand. En we krijgen een shotty. Oké, dat is nice. Gaan we dit gewoon meteen doen? Oh! Nice. Er is dus een nieuwe update in Fortnite. En dat heeft er namelijk maken met chickies. En wie vindt er nou chickies niet leuk? Laten we even eerlijk zijn. Om even serieus te blijven. Er zit namelijk een nieuwe update in Fortnite. Waarin we dus nu loot chickens hebben. En dat betekent dat we hetzelfde krijgen. Net als met de vogels. Dat je bijvoorbeeld een paarse vogel kan krijgen. Kan je dus nu ook een paarse kip krijgen. En zoals ik al zei. Wie zegt daar nou nee tegen? Vrijwel niemand, toch? Dus dat is best wel geinig. Ik hoop dat ik er eentje snel kan vinden. Daarvoor wilde ik ook hier landen. Zodat ik in ieder geval een Spider-Man heb. Om een beetje rond de map te vliegen eigenlijk. Ik zag hierachter wel al meteen een kippie. Maar dat is geen loot kip. Dus we hebben er niet zoveel aan. Je kan hem wel lekker op de barbecue doen. Maar oké, sorry. Ik weet dat hier namelijk wel de meeste kippies zijn. Dus ik hoop dat we er wel eentje gaan vinden. Vandaar trouwens ook dat ik deze skin heb aangedaan. Dat klopt niet helemaal. Want het is een kuiken. Maar dit is het meest dichtbij wat ik in de buurt kan. En ja, ik kon inderdaad ook nog de drumsticks doen. Maar dat vond ik wel erg lullig dat ik dan opeens met zijn eigen familie ga rondlopen. Dat is wel een beetje lullig. Dus, waar zitten ze? Waar zitten ze? Vertel het eens. Waar zitten ze? Oh, hier dus. Oké, dankjewel. Komt ie, paarse pump. Oh, dat is wel nice trouwens dit. Dit is wel echt even lekker. Oké, laten we even rond gaan koekeloeren. Of wij kippetjes kunnen vinden. En... dankjewel. Dankjewel. Zijn er nog kippies? Kippies! Oeh, blue pump, hallo. Ik wil niet veel zeggen, maar we zijn wel stacked. Dus dat is wel echt al lekker. Kunnen we ook chickies hiermee mee scannen? Dat is wel chill. Oh. Oh, daar. Jawel, jawel. Wait, dat kan dus serieus. Wait, ik dacht dat dat serieus niet kon, maar dat kan dus blijkbaar wel. Daar is er nog eentje. Daar is nog eentje. En ze zijn allemaal niet... damn it. Really? Wel nog een big shield. Dan neem ik die sowieso eventjes in. Dat is ook niet een loot chicken. Wow. Jullie zijn niet lootbaar, oké? Okay? Jullie zijn geen toevoeging aan deze samenleving. Oh, kip. Nee, ook. Ah! Zo. Even mijn agressie kwijt, oké? Okay? Oeh, er ligt wel een Drake's map. Dat is wel lekker. Twee Drake's map. What? Twee Drake's map? Man. I'm lucky today, bro. Weer een chickie. Weer niet een goed chickie. Oh, je kan er maar eentje tegelijkertijd meenemen. Oké. Okay. Nee, dit is ook weer een normale. Non de you zeg. Geef me nou even de goede chickens. Kom, er lopen hier zoveel chickies. Oh, dat is een... dat was een chicken. Kijk, er was hier wel een loot chicken. Kijk. Dit was dus een loot chicken. Damn, wacht, die neem ik meteen even mee. Ah, nee, trouwens, hoeft niet. Want we krijgen sowieso toch wel een gouden AR eruit. En dan kun je ook meteen looten. Because there is a lot of loot right here. Oh, daar. Oh, nice. Oké, top. We hebben hier sowieso wel even goede loot, toch? Even lekkere loot binnenharken. Kom maar. Echt waar? Is dit de loot die ik krijg? Oké, we gaan wel eerst even pushen. Wat deed hij, jongen? Die keek me gewoon aan en die zat gewoon van... yo, kill me maar. Ja, thanks, I guess. En vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal. Want we hoeven nog maar 1000 abonnees voor de 400k. Dus klik op de abonneerknopje als je het niet gedaan had. En ik wilde nog een shout-out doen naar Laurens. Want Laurens heeft namelijk mijn supporterkledingcode gemaakt in de itemshop. Shout-out aan jou. Als je ook in de video wil komen, stuur hem even door naar mijn Instagram. Mijn Instagram is @paradoes. En wie weet, kom je in de volgende video. Gaan we het hiermee doen? Ik weet het niet. Ik voel me ook gewoon... zo stom dat ik hiermee loop, trouwens. ja. Ik ga het gewoon zo doen, joh. Prima. Hij had nog 59. Kom maar door. En hout. Let's go. Let's go. Juist. Ik heb nog helemaal geen loot chicken gevonden. Oh, daar ligt... Ja. We hebben hem. We hebben hem. Let's go. Kom hier. Chicky. Oh, kijk. Deze dingen zijn overpowered, maat. Wow. Het doet gewoon damage. Wat de heck? Oké, we hebben dus nu wel gewoon gouden loot. Hè? Besef die even. Gewoon door een chickie. Damn, wat een gold diggers. Snap je?
Die hebben echt mokaard gelezen. Let's go. Komt ie, hè? Ik weet niet wat hij gaat doen, maar... Waar zit hij? Bro! Nee! Heb ik? Ik heb geen ding. Geef dat ding. Nee! Nee! Oh ja, vieze killstealer, jongemaat. Oh, jij bent zo'n vieze harde killstealer, hè. Non de you, zeg. Ik dacht, ik heb deze guy wel. Ik had hem eigenlijk ook gewoon, maar dat was super low. Maar ik voel me ook gewoon zo houterig met deze skin aan, hè. Dat is echt abnormaal, hoor maar niet uit. Laten we dat niet pushen. Laten we even via de andere kant gaan. We moeten namelijk best wel een... Huh? Wait, er ligt gewoon nog... Wait, er ligt nog steen. 272 steen, dat ga ik niet skippen. Dacht het even niet. Oké, let's go. Dus ja, hij heeft ook de rift gepakt, dus die moet ik sowieso ook pakken. Als ik dat tenminste nog red. Sorry. Was een late reactie, Rick, maar niet uit. Ik heb echt een nieuwe Spider-Man nodig, by the way. Dat zeer zeker. Oh, get out! Dat is ook gewoon echt een irritante jongen, hè? Ik kan daar weer niet bouwen. Imagine weer niet eens kunnen bouwen in Fortnite. Zie je, dan word je bang, hè? Oh. Kom hier. Bro, bouw. Ik ben zo meer aan het spambuilden nu. Dat is echt abnormaal. What? 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 Really? Really? Oh, dat was zo slecht, Rick. Dat was zo slecht, maat. Oeh. Come on, bro. Hoe kun jij zoveel mats hebben? Het potje net een seconde begonnen. Deze man heeft al 80 miljoen mats. Yo, hoe dan? Kijk dan! Bro. Bro, hoe kon jij zoveel mats hebben? Had je een lama daar staan? Damn. Oké, welkom bij mijn tweede potje. Juist, ja, tweede game van de dag. Juist, nice, lekker Rick. Wel een blauwe SMG erbij. Dat is heel erg nice. Maar nogmaals, geen idee hoe deze jongen aan zo verdomd veel dingen kwam. Wel een mooie Spider-Man hier met minis. Jazeker, dank u wel. Maar, tweede potje. Ik wil dus proberen om natuurlijk gewoon even een lekkere game neer te zetten. Maar sowieso ook... proberen te winnen met een chicken wapen. Dat lijkt me nog erg leuk. We kunnen even ook nog eens een keer een challenge doen waarin we alleen chicken loot mogen gebruiken. Ligt wel voor de hand liggend, maar het kan wel. It's possible if you want to, you know. So, yes. Would be very nice. Thank you. Hier ook nog een mooi chestje met een paars pump. Nee. Oké, laten we wel even die lama pakken, want ik wil wel even lekker... Hey! Oh, wait, what? Yo, deze chickens zijn echt bizar overpowered, gast. Ik krijg alleen maar gouden chickies. Zou er misschien ook een mythic chicken in zitten? Ja, je weet het niet, hè? You never know. We hebben hier nog wel splashes. Nou, dit neem ik allemaal niet mee. Maar I will take it. Misschien een pump. Ja, dankjewel. Zo, kom even hier, lamaatje. We zullen even kijken bij Covered Cavern. Of daar misschien nog free kills zijn te behalen. Je weet het niet, je weet het niet. Je kan vaak best wel vanaf hier wat sprayen. Dus maybe lukt dat. Oeh.
Drake's map. Wait. Wait. Dankjewel. Die zit daarachter, hè? Ach, go. Er zitten er wel twee. Eentje zit daar. Er zijn er drie. Of is dat dan een bot? Ligt daar nog wel een blauwe pump? Ik kan die blauwe pump niet pakken. Is dat een... Ja, dat zijn... Oh, dat zijn niet de enemies. Dat zijn gewoon bots. Really? Dan weet ik niet meer wat enemies zijn en wat niet. I don't know. Hier beneden zit sowieso een enemy, toch? I don't know. Er zijn hier veel te veel bots. Yo, I'm out of here. Leuk dat jullie gekend hebben. Doei. Ik ga lekker even mijn Drake's map hier gebruiken. Helemaal prima. Yo. Op de kaart. Op de kaart. Op de kaart. 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 En ik hoor weer mensen beneden. Oké, wacht gewoon heel even. Oké, op mij dan. Ik heb een plan, oké? Laten we eerst deze Drake's map gebruiken. En dan daarboven gaan chillen. En kijken of ik heel misschien... Heel misschien hem kan killen. Dat lijkt me wel erg geinig. Please, geef me een mooie gun. Ja, zeker. Het is zeker niet verkeerd. Alleen ik heb nu geen SMG. Oh, maar niet uit. Want we weten waar mijn SMG ligt. Dus no stress. Trouwens, wel stress, want de safe zone. Maar dat is juist goed. Dan kan ik ze... Oh, dan kan ik ze lekker in de safe zone houden. Juist hem, Rick. Kijk, dan kan ik gewoon dit doen, hè. Kijk. Maar deze mensen moeten sowieso weg. Dus wat gaan ze doen? Of ze gaan de vault in en ze gaan dan door de wc heen. Of ze pakken de turbine. Wat ik verwacht dat ze gaan doen. Dus ik ga wel alvast even hier kijken. Als je, misschien hebben ze wel een heerlijk vault niet geopend, hè? Dat weet je natuurlijk niet. Wat je weet, beter kan doen, is hierboven zitten. Zo. Want ze gaan sowieso toch wel hier langs lopen. Hoe dan ook. En ik vermoed dat dat via daarboven is. A few moments later. Oké, dat duurt me echt te lang. Sorry. Nee. Het duurt me echt te lang. Kijk, er komt gewoon niemand. Volgens mij zitten ze daar gewoon. Of ze zijn allemaal dood. Door die bots of zo. I don't know. We gaan wel kijken naar andere enemies. Let's go naar Tilda Towers. Yo. Duurt me allemaal even iets te lang, want ik wil kills. Wacht, bountytje. Bountytje kunnen we even meenemen. Op zoek gaan naar een enemy. Oeh. Wait. Huh? Maar dit is dus in de buurt. Maar is hij dan hier in de buurt? Ik zie daar weer een... Nee, dat is geen... Oh, daar. Is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Hier voor mij. Hier. Oh, dat is hem, dat is hem, dat is hem. Bro, really? Probeer je nou te noscopen? Bro. Ik snap niks van dit spel, hè. Hoe de heck kan hij mij daar doorheen knallen? Ik heb lag of zo. Ik weet niet. Zie je? Ik snap er echt niks van. Ik heb één bullet. Kom op. Wow, kom hier. Huh? Waar ben je nou? Wat, bro? Kom hier. Bro, hoe ben je nu niet dood? Yo, je bent nu toch wel dood, dus dat maakt echt niet uit. No way dat je dit namelijk overleeft. Ja, precies, dat dacht ik al. No way dat je dat ook ging overleven. Dacht het even niet, jongen. Hebben jullie nog een medkit of niet? Want die wil ik eigenlijk wel even poppen dan. Maar ik ben bang dat het hier allemaal nog niet geloot is, hè. Nope. Oké, dan moeten we nu gewoon zo snel mogelijk weggaan. Want anders overleven we dit misschien wel niet. Let's go. We krijgen nu 1 damage, maar zometeen 2. Gossel juice, nummer 1 prioriteit. En ik zie niks. Hallo, 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 hallo. Air rape. Oeh, airdroppie. Airdroppies zijn altijd welkom. Er loopt er wel iemand daarachter. Maar is hij toch in een fight? Switch even van building mats.
Zo. En medkit. Oh, pizza. Oh, dat is ook helemaal prima, joh. Prima. Kom maar door. We zitten daar wel achter enemies. Die wil ik wel even pushen, eerlijk gezegd. Oh, what? Deze man hit mij voor 100? Zo'n random shot. Wat de heck, gast. Oké, GG, though. I mean, ik had niet verwacht dat je dat zou lukken, maar oké. Maakt niet uit. Dankjewel. Deze man die flickshot mij gewoon daar random, hè? Doe even chill, jongen. Doe even chill. Yo. Zo, let's go. Misschien kunnen we daar nog achter een nieuwe Spider-Man fixen. Dat zou wel lekker zijn. Even kijken voor een nieuwe Spider-Man. Is er hier een nieuwe Spider-Man voor mij? Lijkt er niet op, eerlijk gezegd. Oh. Is iemand aan het launchen? Nee, damn it. Er is serieus geen Spider-Man hier. Oké, dat is wel een big F. Ik hoor dan wel achter mijn shot. Dus dan gaan we even met, deze launchpaddy. En dan kunnen we misschien wat extra kills oppakken nog. Ik bedoel, ik heb genoeg mats, toch? Dus we moeten een beetje slim aanpakken. En dan lukt het. Daar al zitten mensen. Voor de rest zit daar nog iemand. Ja, hij zit wel hier binnen, though. Why? Oké, dit vind ik niet een hele chille plek meer. Ik dacht ik kon vies third party, maar dat kan dus niet. Ik weet niet waar die is. Hij heeft wel een kroontje nu, though. Dat vind ik niet heel chill. Die guy zit daar ook namelijk nog te kampeneren. Daar zit iemand nog te kampeneren. En beneden ook dus. Oké, heb ik een launch? Ik heb een launch. Oh, deze guy onder mij is best wel goed. En die wil ik eigenlijk niet nu gaan proberen te killen. Maar misschien moet ik wel. Maar het is niet slim. Die guy zit daar echt te chillen, jongen. Dat is echt niet normaal, joh. Oh, kijk. Damn it, jongen. Weg hier. Oh, die gaat me laseren. Niet dus, oké. Okay. Achter mij zitten enemies. Daar ook. Nice. Die is niet nodig. Nou, je moet hier toch sowieso heen komen. Ik weet niet, ik heb een beetje lag of zo. Terwijl ik wel gewoon 4 ping heb of zo. Dus dat snap ik niet. Maar alles wat ik replace komt echt vet laat in. In mijn beeld. Weet je, als ik iets replace en zo. Maar maakt niet uit. Ja. Damn it! Ik wou ze graag allemaal killen. Maar soms is het niet zo'n groot feestje. Want die guy zit daar nog steeds te chillen, maar dat is van mij. Really? Ja, je bent nu sowieso toch wel dood. 3, 2, 1. Bro! Hoe de? Leeft hij nog? Wat? No way, gast. Nee, toch? Die is wel dood, toch? Ja, die is dood. Oké. Ik dacht al, jongen. Die zit daar. Lekker. Hallo, zie je, dat... Oh, dat was gewoon een faal, trouwens. Maakt maar niet uit. Kom hier. Gewoon zoveel mogelijk, weet je. Ik bedoel, alle mats die tellen mee nu. Hoeveel had hij er? 51? Ja, juist. Lekker, jongen. Lagen nog wel splashes en zo, maar... Kom op, we can win. We can win. Alleen is het echt een rot safe zone, omdat er heel veel mensen zitten te campen. Zie je? En ik snap het, hoor, want ik doe het ook een klein beetje, maar... Mensen zijn echt in torens. Echt in torens. En ik weet zeker dat er ook iemand... ...in van die vieze bosjes zit. Voel het gewoon. Ik weet niet waarom, maar ik voel het. Die andere guy, waar ik dus eigenlijk niet wilde tegen vechten, die gaat sowieso zo meteen sowieso de 1v1 zijn. Als ik daar kom.
Dat weten we allemaal wel zeker, hè? Tenzij we hem nu echt vies pressuren, maar... Yo, 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 calm down. Is hij dood? Nee, hij is niet dood. Ja, lekker, hij is white, man. Hij is white. Oh, met z'n drie op hem. Ja, juist, want die guy is goed. Die moeten we hebben. Welkom in chapter 3, bro. Gewoon blijven spammen. Hoe kan hij nog niet dood zijn, gast? Hoe kan deze jongen nog niet neer zijn? Kijk hem pakken! Oké, de goede guy is in ieder geval weg. Dat is nice. Ah, hij is hongerig voor dat ding. Of niet? Ah, nee, niet. Misschien kan ik hem wel pakken, ik weet niet. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. Ik dacht misschien het kroontje, maar dan wordt hem niet, hè. Dan zou ik echt in de storm moeten. Maar in de tussentijd dan ben ik alweer dood, denk ik. Dus heeft niet zoveel nut. Nou, dat gaat hem niet worden, Rick. Ja, dat kroontje wordt hem denk ik niet. Is hij weg? Hij is weg, hij is weg, hij is weg. Ja. Ik wil nu niet doodgaan. Doordat ik high ground heb, weet je wel. Dus. Dat vind ik heel zonde. Maar deze guys die spelen wel goed samen ofzo, ik weet niet. Nice, die is naar beneden. Die guy nu ook, lekker. Alle twee naar beneden toe. Toppie. Fight met elkaar. Dat kan je wel, dat kan je wel, dat kan je wel. Lekker, 20 hit. Dit is wel even lekker, though. Sorry. Oh, wat? Zit hij daar? Ja. Wat doet deze guy, joh? Oké. Okay. Nice. Oké, okay, oké. Okay. Oh, reload. Ik word gek van deze boom. Want ik zie echt niks daardoor. Oké. Okay. Nee! Bro! Reload. Gewoon spammen. Kom maar. Ah, bro. Ik ben dood, ik ben dood. Ik kan niet, ik kan niks doen. Jump, doe iets. Oh mijn god, gast. Ja, GG, GG. Dat water, maat. Ik werd gewoon opeens geblokkeerd. GG, though. In ieder geval, we hebben wel twee lekkere fortjes neergezet. Dankjewel voor het kijken en hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.